kunstschilder. Moesti heeft een rustig plekje uitgezocht in de tuin. Hij heeft zijn tekengerief meegebracht. Een groot blad tekenpapier. En een doos met potloden. Kleurpotloden. Hij maakt een mooie tekening van het huis waar hij woont met mama en papa. Zo, en nu moet het huis de juiste kleuren krijgen. Even kijken. Ik begin met het dak. Ik heb dus mijn rood kleurpotlood nodig. Kijk eens aan. Dat begint er al aardig op te lijken. En de muren, die moeten in het geel. En nu heb ik een groen kleurtje nodig voor de deur en de luiken. Moesti is zo ijverig bezig dat hij zelfs niet ziet dat hij gezelschap heeft gekregen. Stoor ik je? Vraagt mevrouw Schildpad bedeesd. Natuurlijk niet. Ik ben bijna klaar met mijn tekening. Dan wacht ik wel even. Ik zal heel rustig zijn. Maar het zal niet lang rustig blijven. Wel, vraagt Moesti trots, wat vinden jullie ervan? Is dit niet mooi? Niet zomaar mooi. Ik vind het prachtig, zegt mevrouw Schildpad. Dat is echte kunst. Echte kunst. Laat me niet lachen. Jij hebt zeker nog nooit een echt kunstwerk gezien. Jawel, zegt mevrouw Schildpad. Ik heb er net eentje gezien. De tekening van mijn vriendje. Moesti is erg ontgoocheld over de reactie van meneer Konijn. Ik ga naar huis. Ik ga mijn tekening inkaderen en dan wordt ze nog mooier. Zie je nu wat je gedaan hebt? Je jaagt Moesti weg. Oh, hij moet maar niet zo druk doen over die tekening. Ik zal hem eens een kunstwerk laten zien. Kom mee, ik heb je daarbij nodig. Ik vind dit niet leuk, helemaal niet leuk. Moesti's trieste bui is alweer over. Zijn tekening zit in een mooie kader. Hij gaat kijken waar mevrouw Schildpad gebleven is. Misschien kunnen ze samen nog wat spelen. Wat is dat? Apetrots. Staat meneer Konijn naast zijn kunstwerk. Moesti weet niet wat hij ziet. Proficiat, meneer Konijn. Dit is werkelijk een prachtig schilderij. Het lijkt net echt. Zeg, meneer Konijn, waarmee heb je geschilderd? Waar is je verf? Waar zijn je penselen? Voor dit kunstwerk had meneer Konijn geen verf of penselen nodig, Moesti. Hij heeft mij gebruikt om jou een poets te bakken. Maar nu is het genoeg geweest. Ik vind het niet leuk. Helemaal niet leuk. Ik stap eruit. De groetjes. Met beschaamde kaken kijkt meneer Konijn naar Moesti. Die kan er hartelijk om lachen. Probeer het toch maar eens met verf en penseel, meneer Konijn. Want van een levensschilderij heb je natuurlijk niet lang plezier.